Stelt u zich eens voor dat u al enkele jaren een succesvolle patisserie hebt. Op een dag komt u op social media een discussie tegen over merkbescherming. U beseft dat u nooit uw merk heeft aangevraagd. Een deelnemer aan de discussie vermeldt de voordelen van een zoekopdracht in het merkenregister vooraleer een merkaanvraag in te dienen. Hierdoor ontdekt u dat er een identiek merk voor taarten bestaat dat door een ander bedrijf is geregistreerd. Door verder te zoeken, stelt u vast dat dit merk al enkele jaren niet meer wordt gebruikt. Omdat u al veel tijd en geld in uw bedrijf hebt geïnvesteerd, wilt u niet van merk veranderen. Wat kunt u doen? U kunt een verzoek tot doorhaling van dat merk indienen. Dit kan immers wanneer een merk al enige tijd niet meer wordt gebruikt. Wilt u zich laten bijstaan? Of specifiek juridisch advies hierover? Contacteer dan een juridisch specialist. Bij het indienen van een verzoek tot doorhaling van een merk moet u de gronden aangeven. Twee van de meest voorkomende gronden zijn het niet gebruiken van het merk enerzijds en het bestaan van gevaar voor verwarring anderzijds. In uw geval kan de reden zijn dat het merk niet werd gebruikt. U kunt om verval van het merk wegens niet gebruik vragen als het ingeschreven merk minstens gedurende 5 jaar voorafgaand aan uw vordering niet is gebruikt. Mocht u een ouder merk hebben en er bestaat verwarringsgevaar tussen uw merk en het ingeschreven merk, dan kunt u de nietigheid van dit merk vorderen. Er kunnen ook nog andere gronden ingeroepen worden bij een doorhalingsprocedure. Daarom kan het nuttig zijn om, zoals ik al zei, professioneel juridisch advies in te winnen. Hoe verloopt nu zo'n procedure? Wel, wanneer u een doorhalingsverzoek indient, zal BOIP altijd de verweerder, de houder van het ingeschreven merk, hiervan op de hoogte stellen. Het verdere verloop hangt af van de ingeroepen grond. In het geval van een vordering tot vervallenverklaring gebaseerd op het niet gebruik van het merk, zal eerst de verweerder gevraagd worden om bewijzen van gebruik in te dienen. Bij een vordering tot nietig verklaring, gebaseerd op gevaar voor verwarring, zal eerst de verzoeker zijn argumenten moeten indienen. In ieder geval krijgt u allebei de kans om uw argumenten en stukken in te dienen. Ten slotte neemt BOIP op basis hiervan een beslissing. In deze beslissing zal één van de partijen geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld. Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u in beroep gaan. Maar wat is nu het gevolg van zo'n beslissing? Als uw verzoek tot vervallenverklaring vanwege niet gebruik slaagt, dan wordt het ingeschreven merk doorgehaald vanaf de datum van uw vordering. Wanneer uw verzoek tot nietig verklaring succesvol is, dan wordt het ingeschreven merk doorgehaald vanaf de depotdatum. Het wordt namelijk geacht nooit te zijn ingeschreven. Het is ook mogelijk dat uw verzoek voor slechts een deel van de waren en diensten wordt toegekend. In dat geval wordt het merk doorgehaald voor de waren en diensten waarvoor dat merk niet is gebruikt of die conflicteren met die van u. Daarentegen, indien de beslissing niet in uw voordeel is, wordt uw verzoek tot doorhaling afgewezen en blijft het merk van uw concurrent ingeschreven. Natuurlijk bestaat er altijd de mogelijkheid om tijdens de doorhalingsprocedure samen met de tegenpartij tot een akkoord te komen. In dat geval kan de procedure eerder worden beëindigd. Heeft u vragen? Raadpleeg dan onze website of een juridisch specialist.